Ivan, andermaal welkom. Je was hier eerder met Mozart. Vandaag heb je Mahler meegenomen. Ik stel voor dat we beginnen, dat we heel even kort gaan kijken naar jouw dirigerend voor je Boedapest Festival Orchestra met Mahler. Mahler, een zonderling man, een wereld waar je soms heel moeilijk je vinger achter kan krijgen. Vertel eens jouw eerste ontmoeting met de componist Mahler. Kun je dat nog herinneren? Ik herinner me, Leonard Bernstein heeft Mahler gedirigeerd in Wenen. Mm-hmm. En ik was toen een student, was gewoon gefascineerd van de genialiteit van deze muziek. Ongelooflijke fantasie had die man. En hij was natuurlijk een dirigent. Hele jaar, hele seizoen opera's gedirigeerd, soms concerten. Maar deep down was hij toch een componist. Hij heeft iets te zeggen gehad en dat moest hij uit zich schrijven. Maar hij kon het niet, omdat hij moest elke dag dirigeren. En als je dirigeert, dan draait de muziek in je hoofd. Dat heb ik zelf meegemaakt. Je bent bezig met Schubert, Mozart, Beethoven, Wagner. Dan kan je niet je eigen muziek schrijven. Wat een verschrikkelijke kwelling was dat voor die man. En hij moest dan in de zomer zich totaal verstoppen van de wereld. Er zijn prachtige verhalen, bijvoorbeeld. Hij had zijn klein huisje waar hij heeft gecomponeerd. Ja. Toen hij ging heel vroeg ochtend daar naartoe. En er was een meisje, een Oostenrijkse meisje van het dorp, moest een ontbijt brengen aan Mahler. Maar hij heeft twee wegen laten maken waar hij loopt en waar zij loopt. Omdat hij wilde absoluut vermijden dat hij een mens ziet. Dat er überhaupt iemand ziet voor het componeren. Dus hij kwam hier. Toen kwam het meisje ook. Dan café en ontbijt. En dan zij moest snel terug dat hij daar niet is. En dan alleen in de natuur, alleen dan componeren. En zo heeft hij gecomponeerd. En dat is daar zijn de meest fantastische meesterwerken ontstaan. Wat is er zo meesterlijk aan Mahler? Wat interessant is, wat wij net hebben gehoord in de vierde symfonie, is bijna een uitzondering. Sprookjesachtig, gezellig. Het begint met zo'n soort belletje, een sleebel. Dat is een heel lieve, zo'n sprookje. Maar dat is niet de typerende Mahler. Mahler was een veel diepere, een tragische componist. En ik vind het altijd heel interessant dat men zich vaak afvraagt, in zijn meest tragische werk, de zesde symfonie, dat wordt ook tragische symfonie genoemd, waarom in godsnaam heeft hij dit gecomponeerd tijdens een periode waar hij heel gelukkig is geweest? Alles ging goed met hem. Een prachtige baan, de baas in de Weense opera, fantastische vrouw, twee kinderen, gelukkig. Tragische muziek. En het wordt vaak afgevraagd. En ik moet zeggen, ik vind dit eigenlijk heel natuurlijk. Omdat je hebt een basiskarakter. Je loopt met dat pijn in jou. Je hele leven. Dat komt misschien door ervaringen toen je klein kind bent geweest. En heel veel ervaringen. Dan maak je een gelukkige periode door. Maar je hebt die andere agenda in jou, de componistagenda, die de tragische muziek moet schrijven. Luisteren we even naar het begin. Keihard, niet? Thank you.
Dat is en Mars, dat heeft met gevaar te maken, dood, grote tragische gevoelens. Mm-hmm. En hoe komt dit? Wat was dit bij Mahler? Hij kwam van een Joodse familie. Hij heeft zich vrij snel daarvan losgemaakt. Hij wilde een muzikale carrière maken, omdat hij was een geniale muzikant. En hij ging naar de christelijke kerk een beetje bekijken van buiten. Daar was de muziek mooier dan in de synagoog. En daarna niets met godsdienst te maken. En dan een enorme dirigentencarrière. Hij moest zorgen voor zijn familie. En een soort profetisch gevoel van wat komt in de 20e eeuw. Dit was het einde van een wereld, het einde van een vredelijke 19e eeuw. Wij zijn voor de Eerste Wereldoorlog. En Mahler heeft dit vroeger dan wie dan ook gevoeld, wat soort catastrofe komt. Hier hoor ik gewoon de catastrofe van de 20e eeuw. Wie Mars? Wie zijn de mensen die zo militant marseren? Dat zijn de nazi's voor mij. Kijk, en het interessante is dat dit inderdaad niets met zijn leven te maken heeft. Volgens mij. Het zijn twee verschillende werelden. Twee werelden. Als we luisteren bijvoorbeeld in plaats van deze tragische symfonie naar waarvan wij een kort stukje hebben gehoord, dat is zijn vierde, dan horen we echt dit beetje grappige, lichte kant van Gustav Mahler. Wat er ook bestaat en wat misschien een beetje neoclassistisch is. Dus was hij als componist nou een voorloper of was hij behoudend? Of hoe zou je hem omschrijven? Hij was eclectisch. Hij heeft, als een dirigent heeft hij een soort whirlpool gehad van muziek, wat hij heeft zelf gedirigeerd, gehoord. Daarvan heeft hij zijn ideeën uitgehaald. Men heeft Mahler vaak beschuldigd dat hij van iedereen piekt. Of dat hij kitsch schrijft. Mm-hmm. Dat vind ik waar. Maar dat vind ik juist het mooie. Aha. Dat hij ideeën van overal haalt en daarvan ontstaat zijn eigen muziek. Dit is gezellig. Beetje Weens. Elegant en vrolijk. Net als Haydn, een beetje Haydn of Mozart. Ja, precies. Ja. Zo'n beetje neoclassistisch. Maar als je naar het derde deel gaat? Ja, de derde deel, dat is dan dat langzame deel. Mahler heeft een bepaalde lyricisme die zo ontzettend raakt. Het is, ik vind als je misschien mensen zou vragen, waarvan hou je meest van in Mahlers muziek, zou waarschijnlijk een grote gedeelte zeggen de langzame delen. Ja. Omdat daar komt een bepaalde liefde, hoor je in de muziek, die bijna een soort goddelijke liefde is, die niet persoonlijk is, niets met verlangen te maken heeft, maar een... Nee, vind je? Ja. Ja, dat vloeit met een soort... En eindeloos. Dat vind ik een onpersoonlijke, goddelijke soort liefde. Aha. Dat is wel mooi. Een simpele, eigenlijk vrij simpele muzikale melodie. Maar dat raakt je zo diep. Precies.
Het is eigenlijk een heel simpele melodie met een cello. Wat is het nou? Is het nou de harmonie die ons dan pakt? Of is het... Nee, dit is de simpliciteit. En dat continu voortvloeien van een melodie. Het eindigt nooit. Dus een eindeloze liefde is dit. Gaat dit ook niet naar een einde toe, maar het komt weer een mooie nieuwe begin. Van zoiets kan je religieus worden, maar in de, van Mahlers geloof is heel speciaal. Mm-hmm. Maar waarom pakt het je altijd? Waarom? Jij krijgt ook traag. Ik krijg ook traag, gelijk in mijn ogen. Maar heb je dat ook last van als je voor het orkest staat of niet? Of is dat dan weg? Weg is het niet. Als je uitvoert, dus als ik het moet zelf dirigeren, dan is het een kwestie van delen. Dus ik deel wat ik hoor, mijn ervaring van deze muziek, deel ik met de mensen die luisteren. Dus het is net als een verhaal vertellen. Ik vertel een verhaal wat Mahler mij heeft verteld. Als interpreet is men een soort tolk, denk ik. Maar je hebt een stokje. Nee, maar leg mij uit, hoe doe je dat? Dat is door de orkestleden. Zij maken muziek. Natuurlijk, ik moet een eenheid bereiken. Mm-hmm. Dit, als je luistert, mensen moeten als één mens spelen. En de rol van de dirigent is de eenheid te bereiken bij een orkest. Dat 100 mensen met éénzelfde gevoel de muziek musiceren. En zo gaat hij door. En waarom nemen ze dat van jou aan? Kun je dat uitleggen of niet? Hoe de orkestmuziek... Ja, nee, maar bedoel, je hebt dirigenten die dingen niet voor elkaar krijgen. Je hebt dirigenten die het wel voor elkaar krijgen. Je hebt eigenlijk een soort fysieke gevoel in je vingers. Mm-hmm. Dus als je dirigeert, als je beweegt je handen. En het werkt niet altijd, maar als het goed werkt, dan krijg je een gevoel als zou je een instrument aanraken. Zo'n gevoel, omdat in je vingers zit een klank. Mm-hmm. En iedereen pakt dit op en dan speelt met die klank. En dat is heel voelbaar. Het is echt fysiek voelbaar. Ik moet dit mij natuurlijk heel goed voorstellen. Dus als ik het hoor en dan wil ik het horen, dan komt dit ook. Maar meer kan ik daarover vertellen. Dat heeft ook met magie te maken. En... Ja, voor magie. Ja. Kijk, magie is iets mysterieus. Eigenlijk is dat niet mysterieus. Men moet een eigen voorstelling uitstralen en de muzici pakken dit op. Mm-hmm. Dan gaan we terug naar Mahler. Waar zou je hem plaatsen op een ladder, Mahler, in de muziekgeschiedenis? Is die heel belangrijk, bepalend geweest? Heeft hij navolgers? Het wordt steeds groter. Mm-hmm. Er zijn de grote giganten, dat is Bach natuurlijk, Mozart, Beethoven. En ik denk Mahler hoort in deze groep. Alleen zijn taal is zo modern dat het nog steeds duurt tot mensen dit geloven. Dat Mahler schrijft soms smakeloze muziek, soms kitsch, mm-hmm. soms... Alles door elkaar. Hij neemt dingen van andere componisten. Nou, hoe kan je dat als geniaal beschrijven? Dat duurde 100 jaar tot de mensen dat zien. Dat is zijn taal. Soms een beetje militaire muziek, soms een volkslied, soms een belletje, wat wij net hoorden. Maar dat alles daarvan ontstaat, een wereld die profetisch is. Ivan, dank je wel. En ik moet zeggen natuurlijk dat alles wat we geluisterd hebben is door jouw eigen orkest opgenomen en allemaal te krijgen. Dank je wel. Dank je wel.